Ik heb een over een nieuw stuk gereedschap filmpje heb ik gedaan over een ijzerzaag multizaagje. En dat is met een goudkleurig randje eraan. Dan heb ik een proefje gedaan met een gewoon neelwoedzaagje. Wat ik een gewoon zaagje vind, van de gewone prijsklasse. Deze was 8 euro en die was 30 euro. En ik denk, nou, behalve dat deze waarschijnlijk langer meegaat, kan je ook kijken of je het verschil in het zagen vindt. Ik kwam tot mijn verrassing tot hele andere conclusies dan ik eigenlijk besloten had. Maar ik laat het zo in mijn filmpje zien hoe ik daarmee omga. En nou is mijn filmpje niet bedoeld om de eindconclusie te laten zijn. En dan zeggen die Koos, die weet het en die heeft die eindconclusie. En die moet je volgen. Nou, dat is absoluut niet waar. Dat is niet de bedoeling. De bedoeling is van mijn filmpje dat het gewoon kijken hoe ga je met die dingen om. Hoe pak ik dat aan? En ik vond deze aanpak van te controleren voor die twee van die verschillende zaagjes, vond ik een hele verrassende uitkomst geven. Dus ik was er heel blij mee over dat ik die proef had gedaan. Nou hoef je voor mij niet deze of deze zaag te kopen. Nee, je moet het proefje doen. Je moet gewoon kijken wat jij hebt en denken, nou, wat voor verschil maken die twee zaagjes nou? Nou, en dan kan je een proefje mee doen. En dat is nou het leuke van die filmpjes van mij. Dus, of ik nou zeg of die ene nou veel beter is of die andere veel beter, dat doet er helemaal niet toe. Dat interesseert niemand. Ik bedoel, wat maakt dat nou uit? En als je het ermee eens bent, wat je in dat filmpje ziet, nou prima. Maar er waren wat met die zaagjes waren wat, ja, de reacties die ik zag, denk ik, jullie hebben het niet helemaal begrepen. En dat heb ik niet goed duidelijk laten zien ook. Want ik begon met een proef van ik ga zagen en dan kijk ik hoe lang ik erover doe. En ik had de klok daarnaast gezet en toen bleek dat die ijzerzaag, die super deluxe ijzerzaag, die deed er 15 seconden minder lang over dan deze. Dus ja, daar zat verschil in. Maar mijn manier van zagen gewoon recht toe recht aan. Maar toen ging ik nog meer zagen met deze. En toen ging ik even heen en weer, omdat ik zo ongeduldig ben. En toen was het binnen 10 seconden had ik hem door. In plaats van een minuut. In plaats van 60 seconden. Dat scheelde enorm. Ik denk, hé, dan is mijn proef nog niet goed gedaan. Nee, dan moet ik kijken. Als je nou goed zaagt, en dat is zo, dan moet het ook een verschil geven met die dure. Dus ik liet het zien met die goedkope. Die flatsen er zo af, was niet versneld, was gewoon in wat ik zaagde. Dat was, nou ja, tot mijn verbazing, gewoon vergeestelijk veel sneller. Dus ik pakte die dure, ik denk, nou, dat moet die ook minstens zo kunnen. Maar wat bleek nou? Dat die dure dat niet kon. Wat die goedkope wel kon. Namelijk binnen een fractie van secondes, hij deed er ook veel langer over als deze, maar de type van die zaagpuntjes, hoe die geslepen waren, die waren blijkbaar niet geschikt om op dat ijzer dat heen en weer te doen, terwijl deze daar wel geschikt voor was. Deze is op een manier geslepen dat dit heel goed kan en deze niet. Nou, had ik 30 euro voor deze en zo'n 6 euro voor deze uitgegeven. Ik denk, nou, het enige verschil zit dan dat die langduriger gebruikt kan worden dan deze. Maar dat zag ik niet hoor, in het verschil, want die puntjes blijven hier ook goed. En ja, misschien als je goed zag dat die even langduriger ook nog. Maar dat ging ik even niet uitproberen. Ik denk, het verschil is dat deze veel beter geschikt is dan deze. En deze is verschrikkelijk duur. Dan mag die wel langer die tandjes goed blijven. Maar ik doe er langer over. En mijn uurtarief gaat dan ook meetellen. Dan denk ik, nou,
Jongens. Afgekeurd. Dan wordt het deze. En nou, in dat filmpje was het een beetje verwarrend, omdat ik begon met een gewoon recht toe recht aanzage. En toen zag hij dat deze sneller was. Nou, dan zou je zeggen, ja, maar je moet met deze anders zagen dan met deze. Nou, dat heb ik ook geprobeerd. Je ziet het in het filmpje dat ik er afschiet en dat het niet lukt. Ik moet gewoon recht houden. En dan gaat het zo'n 45 seconden duren, terwijl deze binnen 5 of 6 seconden er doorheen zit. Kijk, dat is een verschil. En lekkerder. Prettiger. Om te zagen. En dan geef je meer geld uit en dan ga je moeilijker doen. Jongens, dit hebben ze in de fabriek niet uitgeprobeerd. En ik wel.